Deze aflevering van Hemel op Aarde staat geheel in het teken van de Broederkerk in Kampen. Wat is hervormd? Welke rol speelt de diaconie? Hoe wordt een Turk ouderling? En welke katholieke geheimen liggen voor eeuwig verankerd in deze historische muur? In de middeleeuwen waren de kloosters centra van onderwijs, religie en cultuur. Ze waren dus een belangrijke machtsfactor in de stad. En dat gold ook voor Kampen, waar ooit 7 kloosters stonden. Kari, we staan hier aan de achterkant van de Broederkerk in Kampen. Het lijkt best een groot gebouw, maar het is een beetje weggedrukt, hè? Nou, weggedrukt. Het is een tamelijk over het hoofd geziene kerk. Wat heel vreemd is voor zo'n ontzettende grote kerk. De aandacht gaat vooral in Kampen uit naar de Sint-Nicolaaskerk of Bovenkerk, wat de oorspronkelijke parochiekerk is. Of de tweede kerk, die we daar nog net een puntje van zien, de buitenkerk voor Kampen. Maar hier tussen die twee kerken in, precies halverwege, staat die prachtige Broederkerk. Een vergeten kerk. Het is een kloosterkerk geweest. Ja. Is dat nog te zien? Nou, aan de kerk zelf niet. Je zou wel, als je een beetje rond het gebouw loopt, kunnen zien dat het in een vierkant staat. En dat is dus echt van oorsprong de vorm waarin kloosters gebouwd werden. De middenbroeders waren er lekker op tijd bij. Rond 1300 zijn ze begonnen met het bouwen van een klooster hier in Kampen. Het is ook het enige klooster wat er in de oude binnenstad staat. En zij hadden dus de ruimte. Het was aan het eind van de stad. Die hield hier ergens op. En daarbuiten konden zij dus een klooster bouwen zoals ze dat zelf wilden. Dus met aan de aan de zuidkant de kerk en daar aan de noordkant de kloostergebouwen. En eigenlijk is dat vierkant nog steeds intact, zij dat voor een deel er een andere gebouwen op de oude fundamenten staan. Nou, dan komen we hier eigenlijk bij de voorkant van de kerk. En het bijzondere van deze kloosterkerk is dat hij eigenlijk een dubbelkoor heeft. En de toegang zit naast het koor. Het is één van de toegangen, vermoedelijk de oorspronkelijke toegang tot het klooster geweest. Ondertussen, het pleintje waar we staan, is het oude kerkhof van het klooster. En hier werden dus de broeders met het zicht op het koor begraven. Aan de oostkant van de kerk? Ja, maar het oosten is op Jeruzalem gericht. Vandaar dat daar het koor was met het altaar en vandaar dat de broeders ook bij het koor begraven werden. Het is wat je in veel middeleeuwse kerken ziet, die richting op het oosten. Maar Karin, hoe weet je nou dat hier een kerkhof was? Nou, het is bekend dat na de reformatie onmiddellijk de muur rondom het kerkhof werd weggehaald. Het terrein werd gestraat en verder heeft men het kerkhof niet geruimd. Dus iedere keer als hier gegraven wordt, vindt men nog resten van minderbroeders. Ik heb er eentje voor je meegenomen. Misschien leuk om even in te gaan kijken. Ik heb dit te leen gekregen van het Frans Walkaart archief in Kampen. Deze schedel is hier gevonden op dit kerkhof. De onderkaak ontbreekt, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit dus een Kamper minderbroeder. Het is toch een prachtig markant gebouw bij deze kerk, maar de klooster was toch meer dan alleen de kerk, hè? Ja, wat ik al aan het begin zei is dat het dus een vierkant was. Hier op deze foto kun je een beetje zien hoe het in elkaar heeft gezeten vroeger. Het is een suggestie, het is niet helemaal zeker. Wij staan dus hier op het kerkhof en kijken naar die grote kerk, waarvan deze zijde, de zuidzijde, het koor was. En vermoedelijk zat hier in het andere koorgedeelte, dat ligt ook wat hoger met de ramen, de bibliotheek, de libraaien. Dit is meteen het luikje van de concierge als je binnenkomt. Die keek natuurlijk even wie er binnenkwam. En als je dan een paar stappen verder doet, zie je die enorme boog, wat de oorspronkelijke toegangsdeur tot het dormitorium, tot die verblijfruimte was. Nou, je ziet de heren monniken bijna in hun arbeiten zo richting de kerk gaan. Er hangt hier echt een middeleeuwse sfeer. Ja, je gaat echt 700 jaar terug in de tijd. Nou, en dit vind ik echt het mooiste stuk. Dat is dus de afsluiting van de vermoedelijke kooromgang, of kloosteromgang, hè, rondom de binnenhof geweest. Het is het enige restant wat we nog hebben, maar het roept wel heel erg die sfeer op. En de heren maar lekker mediteren daar. Heiligen speelden een belangrijke rol in de katholieke geloofsbeleving. Jazeker, je had speciale heiligenbakkers die kleine beeldjes maakten van pijpaarden om gelovigen te verkopen die dat dan in hun zak meedroegen. Dit is een klein Christuskindje wat wij hier vlakbij gevonden hebben. Ik heb hier een beeldje van Maria met kind en ik heb hier van een groter beeldje een stukje van een hermelijnen mantel, want je ziet het bont zelfs er nog in zitten. Oh, geweldig. Het lijkt wel alsof ze in een mal gemaakt zijn of zo. Dat is ook zo. En het leuke is dat aan deze kerk hier in de buitenmuur een restant van zo'n mal te vinden is. Hey. Laten we er lekker buiten gaan kijken.
Hier in de buitenmuur van de Broederkerk, weer vlak bij de burgerwal, zit een hele merkwaardige steen. De suggestie is dat dit een gietmal is voor die beeldjes waar ik jou net een paar van liet zien. Maar ik heb daar dus een afdruk van gemaakt en ja, daar kan ik dus geen beeldje van maken. Dus de vraag is eigenlijk, is dit nou een gietmal wat hier met dat pijpje eraan en met dat wit erin de suggestie wekt dat het dat is? Of zou het een oude reliekhouder zijn uit de tijd van de Lindenbroeders? Er zijn dus nog een heleboel geheimen rondom de Broederkerk. Deze kerk zit vol met geheimen, ja. Waar eens de monniken de metten zongen, kerken nu twee Nederlands hervormde wijkgemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat is nu eigenlijk Nederlands hervormd? In gesprek met Johannes Hulsman probeert Oscar Siep daarachter te komen. Zo, de deur is dicht. Van oorsprong een Franciscaner klooster, katholiek gebouw dus. Ja. Hoe kan het nou dat een hervormde zich daarin thuis voelt? Zich daarin kan aarden? Ja, dat is een verdeling die na de reformatie tot stand gekomen is. Ten aanzien van de kerken die onderling dan verdeeld werden, waarvan de katholieke kerk ook een kerk heeft toegewezen. Mm-hmm. Zij het dan met grote strubbelingen, want het ging niet zo in één keer. Mm-hmm. Want u kunt zich voorstellen dat een plaats als Kampen, die toch voor 98% katholiek was, dat die niet zo in één keer al die kerkgebouwen afgaf. Dus die eerste plaats kwamen de Spaanse troepen hier binnen. Ja. En die hebben zo het een en ander hier weer rechtgezet. Daarna is er weer Van den Berg gekomen. En Van den Berg, die zegt dus op een gegeven moment, wij slopen al die altaren eruit. Wij maken daar een gereformeerde kerk van. En dat is met goedkeuring uiteindelijk van de stedelijke stadsbestuur is dat zover gekomen dat deze kerk is toegewezen aan de protestanten. Een Rooms-Katholiek is toch iets anders. Die is wat vrijer in het doen en laten. Dan zeg ik niet, wat makkelijker. Dat erg is, want wij zitten soms wel eens een beetje te krampachtig in elkaar. Maar die Rooms-Katholieke kerk op zichzelf heeft dezelfde dingen als wij. Die predikt ook de Heer Jezus, maar die heeft daar nog weer Maria tussen staan. U zegt net, wij zijn soms een beetje krampachtig. Dat is waar hoor. Wij hebben soms een beetje ascetische godsdienst. Hè? Maar hoe rijmt dat dan met God? Ik bedoel, God wil dan toch dat we gelukkig zijn? Ja, die wil de mensen in de vrijheid zetten. En niet dat ze hun hele leven gebukt gaan over de zonde die ze nog steeds doen. Want het is tot onze laatste levensnik dat wij steeds geneigd zijn om de zonde te doen, wat het karakter betreft van iemand. Je kunt eraan doen wat je wilt, maar je houdt je karakter. Ook al bestrijd je dat elke dag. Ja. En je probeert te leven zoals God dat wil. Maar het lukt je niet altijd. Klinkt dat heel tegenstrijdig? Begrijpt u wat ik dan bedoel? Ja. Waarom zou je dan zo'n geloof moeten aanhangen als je wordt belet te genieten? Ja, dat snap ik ook niet. Maar u bent hier wel iedere week. Jawel, maar ik mag wel genieten. Ja, dat wel. Ja. God heeft mij niks verboden in die zin van dat ik van de mooie natuur niet mag genieten. Ik mag elke dag genieten dat ik nog lekker gezond ben en dat ik kan eten en drinken. En zoveel andere dingen. Ik heb kleinkinderen. Prachtig mooi. En zo zijn er talloze dingen in de wereld waar je dus van genieten kunt. Dat je de kennis van zaken hebt van dit of van dat. Dan kun je meer wat doen. Nou, wat zou je nog meer? En dat mag dus. Ja, dat mag. Als ik terugkijk, als een Turk, ben ik hier, Mustafa, met de liefde hier naar Nederland is gekomen en liefde van God gevonden.
Dat had ik nooit gedacht. Als je Mustafa Uzun Hasanoglu 15 jaar geleden zou hebben gezegd dat hij ouderling zou worden in de Nederlands hervormde kerk, dan had hij je waarschijnlijk vol onbegrip aangekeken. Ouderling? Het kan raar lopen. De liefde bracht hem naar Nederland. Daar verdiepte hij zich in het christelijk geloof. En dat bleek dus niet zonder gevolgen. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Moeder huisvrouw. Mijn vader was een boekhouder. En in Turkse standaard was het wel een goed inkomen. Er was toch goede harmonie in het gezin. Wij woonden in een stad zo groot als Kampen. En woonden daar allerlei mensen uit alle hoeken van de Turkije. Ging u in Turkije ook naar de moskee? Nee, nee. Mijn moeder, ze was gelovig. Tenminste, latere leeftijd. En, maar ze was toch bezig met het geloof van islam. En mijn moeder, mijn vader niet zo. En thuis was er toch sprake van islam en opvoeding. Maar dat was toch niet zo streng, dat kan ik wel zeggen. Ik woon inmiddels 12 jaar, sinds 12 jaar in Nederland. En hoe ben ik hier terechtgekomen? Dat is liefde geweest. Een vakantieliefde. Dus zo was mijn vrouw op vakantie in Turkije. Mm-hmm. En ik was op de juiste plek. Ja, het is gegroeid. Als puber, als jongeman was ik een atheïst. Dus ik geloofde niet in God. En toen ik hier in Nederland kwam, ging ik toch naar de kerk. Ja, ging ik naar binnen. Kijk ik naar mensen. Die waren allemaal blanke mensen. Ik zag geen enkele donkere mens zoals ik. Waren ze nogal stil. Of dat warm was voor mij, of dat mij inlokt, dat was het niet. Nee. Ja, ik voelde me nogal alleen, want ik was nieuwsgierig. Ik ging elke keer naar de kerk, elke zondag. En sprak ik nauwelijks Nederlands. Ik sprak Engels en ik communiceerde niet veel. Maar toch, ik wou met anderen in contact komen. En het ging niet zomaar. En ik was op een gegeven moment wanhopig. Dat was het niet zo makkelijk. Op een gegeven moment was ik in staat redelijk Nederlands te praten. En ik ging zelf uit de Bijbel lezen. En daarin vooral het figuur van Jezus. Die manier waarop hij met mensen omging. Ja, dat was een raak. Dat was wat ik zocht. Als mens, als ideaal. Ik heb Jezus in de Bijbel gevonden. Wat spreekt u zo aan in Jezus? De manier waarop hij met mensen omging. Dat hij met iedereen omging zonder te oordelen. Zonder hun in een hokje te plaatsen of zonder hun te discrimineren. U bent uiteraard niet de enige Turk die in Kampen woont. Hoe kijken de andere Turken tegen uw verandering aan? Sowieso. Als je getrouwd bent met een Nederlandse, jij bent geen doorsnee Turk dat hier in Nederland woont. En als men dat weet, dat schept een beetje afstand. En als ik een Turkse landgenoot tegenkom, ben ik even aardig tegen ze als gewoon Nederlandse mens, als andere mens. Dus, maar er is wel sceptisch en ik maak ook mezelf bekend als christen. Dus dat wordt voor hen lastig om met mij om te gaan. Maar op het werk heb ik gelukkig heel veel landgenoten, Turkse
collega's. En ze weten wie ik ben, waar ik in geloof. Er is wederzijdig respect voor elkaar. Dat ervaar ik. De diaconie is een belangrijk aspect van de Nederlands hervormde kerk. Maar ook in andere kerken kom je een soortgelijke vorm van liefdadigheid wel tegen. Johannes Hulsman is diaken. De diaconie springt bij als mensen het bijvoorbeeld financieel niet meer kunnen redden. Zo, daar zijn we dan, in het AZC Dronten. Hè? Hey joh. Goedemiddag. Wij wouden even naar Sylvester en Sabine. Op bezoek. Abdullah. Ja. Dat is nou jammer. Dus hier is het? Hier is het, ja. Als het goed is, verwachten ze ons, hè? Ja. Ja. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Jongeman, mag je eens de hand drukken? Ja. Hupsakee. Mogen we even binnenkomen? Is er? Ja. Zo, Sylvine en Sylvester, hoe gaat het met jullie op het ogenblik? Ja, goed. Wij zien jullie natuurlijk regelmatig in de kerk. Maar ja, dan komen we eens even op bezoek om eens even het een en ander uiteen te zetten, hè? Ja. Ja. Ja, wat betekent voor u de contacten met de kerk? If you are Christian, you know, so to mm-hmm. keep your belief, love, life, so it's very, very important to have contact with the church and to go in church. I wanted my daughter to go in the Christian school, and she was very far from Azasi. So we had a problem 2 years before, we had a big problem. So how to bring our daughter every day to the school? So she was going with my husband on the cycle. And every time when she's coming, when she was crying with the snow and with heavy the rain, oh, Mama, I'm tired. So we talked with the church and they help us to get the school. Mr. I mean, in this way, like, if you have some big problem, yeah, the church, they give the money for the scooter and we bought the scooter for this purpose. We gaan natuurlijk met mensen die niet in de meest ideale omstandigheden verkeren. En voor zover je daar verlichting in kunt brengen, voel ik me toch volgens het geloof ook verplicht om mensen die dat hebben, dus zoveel als mogelijk te helpen. Dus het is een verplichting voor u? Ja, het is een verplichting en eigenlijk is dat van ieder gemeentelid zo. Wij zijn er niet alleen om godsdiensten te proclameren, maar ook wat doe je ermee? En wij in onze zwakheid, misschien zouden we nog veel en veel meer kunnen doen voor hun. Dus als ze een beroep op ons doen, dan komen wij naar hen toe. En dan zeggen we, wat willen wij dan? Wat kunnen wij voor jullie doen? En dat is toch van Gods weer, is dat toch ook een hele mooie taak, of niet? Dat vind ik wel het mooie van dit ambt, hè?